Meneer Wilders. Laatste interruptie, voorzitter. Drie korte punten daarin. Het eerste is, u kunt niet uitleggen, ik kan het in ieder geval niet meer, aan die horecaondernemer die in een volle winkelstraat, een restaurant of een kroeg of wat dan ook hebben, een horecagelegenheid, die zien dat daar heel veel mensen gaan winkelen, dat alle winkels open zijn en dat die van hun gesloten is. Ik kan dat niet uitleggen en ik vraag de minister-president om dat uit te leggen aan de mensen. Mijn tweede opmerking, voorzitter, ik heb er maar drie. Mijn tweede opmerking is, doordat u de horeca heeft gesloten, is sinds een paar maanden tijd, is het aantal thuisbesmettingen gestegen van 9,8% begin oktober naar 21,9% nu. Je ziet dus, bijna meer dan verdubbeld, dat in plaats van dat mensen naar de horeca gaan, dat ze naar elkaar thuis toe gaan en dat ze daar wat gaan drinken of eten of wat dan ook. En dat is dus het paard achter de wagenspannen. En mijn laatste vraag in deze laatste interruptie over dit onderwerp, mevrouw de voorzitter, ik hoop dat ik op alle drie een antwoord krijg. Als u dat dan toch niet wil, hoe oneerlijk en onverstandig ik het ook niet vind naar die helden uit de horeca, is, bent u dan op zijn minst bereid om niet 80%, maar nogmaals, ze hebben al 3,5 miljard van hun spaargeld gebruikt, om 100%, zolang het nog duurt, van hun onkosten, van loon en van vaste lasten te vergoeden.